The Fast and the Furious. Mark Borrelli gaat het opnemen tegen Mad Max. Edwin Max uit Den Haag gezegd, maar zeg dat maar niet tegen Edwin zelf. Scheveningen, daar komt hij vandaan. En daar is hij trots op dat hij vandaan komt. Niets meer te winnen voor hem op dit podium, behalve een goed gevoel en eerherstel. En dat zal dan de drijfveer moeten zijn die Edwin Max een overwinning gaan brengen op dit podium. Borrelli heeft nog zeker wel wat om voor te spelen. En de derde man die eigenlijk meedoet in deze partij, alhoewel die niet op het podium staat, is de Welshman Martin Phillips. First leg, it's eigenlijk vrij eenvoudig. Very best of order, Borrelli, als hij wint, gaat hij door naar de kwartfinale met twee overwinningen. Als hij niet wint, dan gaat Martin Phillips door naar de kwartfinale. 100. Voor de mensen die gisteren Borrelli niet hebben zien gooien, maakt u zichzelf op voor een snel potje darts. Want deze man gooit met de snelheid van het licht. 58. En als het raak is, is het allemaal raak. 95. Borrelli vindt de triples in het begin van de wedstrijd makkelijk. 134. Mark, you require 132. 132 nodig. Bullseye gegooid. Nog eentje bij. Dubbel 16. Bijna geraakt het is. Zo snel dat je het bijna niet kunt volgen. Maar Borrelli is een talent. Dat kan ik u wel meegeven. 139. Dubbel 8 voor de schot. Ja, voordat Red Butler gezegd heeft wat hij over heeft, heeft hij de eerste twee darts als wat in het bord zitten. Dubbel 8 is hij naar op zoek. En dubbel 8 vindt hij niet. Edwin, dat geeft mogelijkheden 70 aan Edwin Max. Die begint met een triple 4. Dan moet hij de 18 en tops gooien. 18 gelukt. Tops dan ook. 50. Dat is jammer. Want hij had hem meteen 8 een duwtje in de rug kunnen geven, Edwin Max. Nu gaat Borrelli naar dubbel 4. En vindt hij ook de dubbel 4. Mark Borrelli. Borrelli behoudt zijn eigen leg. 1-0 voor. 96. 16. Max, nummer 8 van de wereld, de nummer 7 hier geplaatst. Als je 8e van de wereld bent, dan weet je ook, dan heb je echt wel een goed jaar gehad. Dan hoor je tot de elite in de dartsport. Hij heeft dat niet weten te vertalen in overwinningen op grote toernooien, maar hij heeft 41. Bijna altijd kwartfinales gehaald en een aantal halve finales. Hele constante 100. Speler, vooral op de vloer. Hij moet nog leren wat het is om op grote podia te gooien. En het zit hem tot op heden 57. Ook niet echt mee in die partijen op het podium. Phillips vanmiddag was in buitengewoon grote vorm. En 100. Was eigenlijk niet te stoppen. 100. Max. In deze leg een ruime voorsprong. Mag Edwin naar een dubbel toe gaan. 59. Nou, had hij wat meer gewild. Een triple erbij was leuk geweest. Borrelli gaat de druk opvoeren. Hij denkt nauwelijks na over de darts die hij gooit, Borrelli. 93. Edwin, you zet Max inderdaad 84. Onder enige druk. Max naar 84. Triple 20 is goed. Dubbel 12. Dubbel 6. En dan zou je toch zo 78. graag willen dat er een dubbel invalt voor Edwin Max. Borrelli 110, 20 gegooid. Een bullseye geprobeerd, maar gemist. En kijk eens naar de snelheid 70. Van die man, zeg. 70 gegooid, tops over. 6. Max naar dubbel 3. Een lastige dubbel. Een hele lastige dubbel. En je moet hem toch pakken. No score. Ja. Mark, you require 40. Dat is jammer. Borrelli naar dubbel 10. Krijgt Max nog een kans. Max 30. Krijgt nog een kans. Edwin, you require 6.
Dan heeft hij even de tijd gehad om over na te denken. De eerste dart meteen goed erin is het beste advies. Dan is er nog mogelijkheid tot herstel. Nu moet het opgebouwd worden. En dan moet je om die darts heen gaan gooien. Yes, en dan is die laatste wel heel erg lekker dat hij erin vliegt. Edwin Max pakt de tweede leg. En brengt de stand gelijk. Borrelli weet dat hij daar een 100% kans heeft laten liggen. 137. Check, 81. Ja, dat is goed. 137. Triple 19 begint langzaam te lopen bij Edwin Max. Alleen Borrelli weet ook de triples gemakkelijk te raken hoor. Daar had hij gisteren toch wat meer moeite mee. Borrelli won de wedstrijd van Phillips. Wat toch heel veel te maken met het missen van de dubbels 100. Door Martin Phillips. Borrelli nu en 40. En 40. Jawel, dat is de tweede keer. Ja, Red Butler moet natuurlijk geen beslissende rol gaan spelen in deze partij. Borrelli begint met een bullseye. Mist dan de enkele bol. Nou, het 70 over. En nu 66. 59. En dan staat Max op 143. Dat is een finish. Wat gaat hij doen? Nee, hij mist de triple 20. En dan komt Borrelli terug voor 66. Dat is een belangrijke voor deze man. 10 gegooid, 20 voor dubbel 18. Mark Borrelli komt niet 2-1 voor. En dan krijgt Edwin Max de kans om Borrelli te breken. 50 over, 18 en dubbel 16. 16. En nu pakt hij een dubbel wel met de eerste kans die hij krijgt. Dus is de voorsprong er voor Max. En ook achter de schermen zal dat ongetwijfeld bejubeld worden door Martin Phillips. 140. En ik zei al, er is voor Max in dit toernooi niet zo heel veel te verdienen. 47. Maar hij kan natuurlijk nog wel de tweede plaats in de groep proberen te pakken. Als je die tweede plaats in de groep pakt, pak je weer wat meer rankingpunten dan wanneer je derde wordt. Moet dan wel met drie legs verschil winnen, Edwin Max, om die tweede plek over te pakken in de pool. 5-2 is wat hij in ieder geval wil. Borrelli gooit er nog een versnelling extra tegenaan. Nou, die is niet voor niets zo dun. Die doet iedere keer als hij aan darten is ook aan hardlopen. 99. Mark Iroquois, 109. 109, 19 gegooid. Bullseye gemist. Het gaat in een razend tempo. 83. Edwin Iroquois, 140 voor Edwin Max. Die mist de 20. En Borrelli heeft dubbel 13 laten staan. Daar staat hij inmiddels al voor klaar. Die heeft hier inmiddels zelfs al in zitten. Het gaat heel snel met Borrelli. Die dubbel 13 meteen pakt. It's Mark to throw first. Game on. 123. 60. Beste resultaat van Mark Borrelli op een televisietoernooi is de laatste 16 in 2005 op de Winmar World Masters. Ook hij dus nog betrekkelijk onbekend met de grote podia. 44. Vorig jaar op de Winmar World Masters speelde deze hier overigens bij de laatste 32 tegen elkaar. Toen was het Edwin Max die met 3-1 in sets 75. Van Mark Borrelli won. Maar het is lastig spelen tegen deze schot, want je bent geneigd mee te gaan in dat tempo van hem. Nou, op het moment dat je dat gaat doen, is het eigenlijk gebeurd met je, want Borrelli is dat tempo gewend en jij niet. En je gaat jezelf dan als het ware overgooien. Het gaat te snel
voor je eigen best wil spelen. 100. Ja, weer die triple 19. Die loopt wel, die triple 19 bij Edwin Max. Maar hij heeft 170 laten staan. Borrelli 143. Triple 20 goed, triple 17 niet goed. Maar wel 60 over. Dus Max met een grote opgave. En de opgave is voorlopig te groot. 94. Dus moet hij weer afwachten wat Borrelli doet op 60. 20 zit er al in. Tops. Dubbel 10. En die switch gaat vooralsnog niet heel geweldig bij Borrelli. Dan krijgt Max dus weer een kans om Borrelli te breken. Triple 20. Niet gegooid. Enkele boel en bullseye is dan wat nodig is. Enkele boel is goed. Bullseye voor Edwin Max is ook binnen. Ja, ja. And the fifth leg. Edwin Max. Hele slechte eerste dart in de 1. Maar dan wel die enkele boel en die bullseye. En dan weet Max dat het nog steeds mogelijk is. 5-2 winnen, dan pakt hij de tweede plaats in de groep. 100. Die Borrelli, die vindt de triples toch makkelijk hoor vandaag. Het is zijn eerste 180 voor vanavond. Hij had er al 3 meegenomen van gisteren. Dit is ook de eerste 180 voor Edwin Max. Voor hem is het ook de eerste in het toernooi. Borrelli is alweer bezig aan zijn laatste dart in de volgende beurt. En dan is nu de vraag hoe goed Borrelli dit gaat wegzetten. Die heeft eerst in de triple. En als die eerste in die triple zit, dan gaan die andere twee er heel snel achteraan. Max doet goed om even wat tijd te nemen hiervoor. Even rust nemen. Haal dat tempo maar uit het spel bij Borrelli. Je hoeft niet weg te zijn op het moment dat hij de eerste dart wil gooien. Dit is een triple. Dat is geen triple. En dus laat hij top staan. Nee, hij laat niet top staan omdat hij daar slordig is. Max 123 voor de 4-2 voorsprong. Triple 19 is gegooid. 16 of triple 16. Een enkele is bullseye over. Hij is belangrijk voor Max. Heel belangrijk. Bullseye. Oeh, hij gaat er ver naast. Ja, dat is geen goeie. En dus Borrelli voor 19 en tops. En yes, met 19 en tops weet Mark Borrelli. Edwin Max dat seventh hij leg is Mark to in throw de pool first. Game on. Laatste gaat worden. En behoudt hij dan de vechtlust om toch die wedstrijd nog te willen winnen? 100. Of is dat weg? Natuurlijk denk je bij jezelf, ik wil die wedstrijd nog winnen. Maar hoe ziet dat diep van binnen bij Edwin Max? 60. Martin Atkins. Die gezellig de hele avond is blijven kijken. Hij is uitgeschakeld inmiddels. In een pool waar het heel vreemd 45. Is gelopen. Want dat was die pool waar Henny 100. Van der Ster in zat. Dat was toch de pool waar bijna niemand rekening had gehouden met de man uit Leiden. Webster en Atkins, die zouden gaan uitmaken wie er doorging. 11. Maar het werd uiteindelijk dus de Nederlander. Max, nu wel weer een goede leg. 100. Dus lijkt hij vast besloten te zijn om deze wedstrijd in ieder geval te winnen. Zijn sportieve plicht te doen. Want dat is het natuurlijk. Hij heeft voluit gespeeld 41. Tegen Phillips. En dat Edwin is hij aan Phillips verplicht om ook tegen Borrelli te doen. Triple 20 is goed. Triple 14 is ook goed voor dubbel 16. Lekker voor het zelfvertrouwen. 102. Dat dan niet. Maar hij heeft voorsprong. Deze keer. Borrelli niet op een finish. Niet eens in de buurt. Dan gaat hij nu wel opkomen. 100. Dus Max voor de 4-3. 32. De dubbel 16. Dat is gelukt. 4-3 is de voorsprong voor Edwin Max in de wedstrijd tegen Mark Borrelli. En Edwin weet dat hij leg 8 zelf mag beginnen. Game on.
En hij begint prima, Edwin Max. De 280 in deze partij voor hem. Burley vecht natuurlijk voor de kwartfinale. Die moet Max hier breken. En dan moet hij die laatste leg ook nog zien te winnen. 96. En natuurlijk zal Max geen goed gevoel aan dit toernooi overhouden. 100. Hij is inmiddels uitgeschakeld. Maar als hij nou die eerste overwinning op televisie eens in de zak kan steken, dan heb je daar de rest van je carrière profijt van. 58. In ieder geval de aankomende tijd als je bijvoorbeeld naar Lakeside toe moet. 167 is voor de wedstrijd. Dat is de triple 20. Triple 19, dat niet. Hij weet dat hij nog een keer terug mag komen zo dadelijk. 99. Max die de eerste ronde gaat spelen tegen een Poolse qualifier op Lakeside. Krzysztof Ratajski. 140. En hier voor de overwinning gaat. Triple 20. Nee, triple 12 voor dubbel 16. Nog één pijltje over. Die gaat 36. Er niet in. Dat was de match darts, de matchkansen voor Max. Dit is Burilli. 20, 1 en tops voor de schot. En ook 21. Hij is... Ja, en dan mag Max terugkomen met drie darts in de handen voor dubbel 16. En kan die Martin Phillips een ronde verder brengen. Dubbel 8. Nog één pijl voor dubbel 8. Ja, hij pakt hem. Edwin Max gaat met een goed gevoel hier van het podium af. Dat hoop ik toch in ieder geval. Neemt de ervaring mee die hij hier deze dagen heeft opgedaan in Egmond aan Zee. En Edwin Max helpt Martin Phillips door naar de kwartfinale. Hij wint van Mark Burley met 5-3.